Als je nadenkt over de dingen waar je over nadenkt, het is echt uh, wat er dan allemaal los kan komen. Niet alleen uh, mensen waar ik mee bezig ben geweest of hoe hoog ik ze zitten, of de gesprekken die ik met mensen had. Zodra je je ogen gaat dichtdoen, dan ga je de wereld heel anders kunnen zien. Je gaat heel heel anders. Ik ben. Weer. Heel anders kijken. Nee, het is. Uh... Je moet je jezelf uitdagen of zo. Dus de situatie waar je in komt. Als alles al bepaald is, nou, zeker met al die informatie wat ik dan al tot me gekregen heb, moeten we op een bepaald pad zijn. Een bepaalde moeilijkheid van graden om dingen te kunnen meemaken of zo. Dingen te kunnen inzien. Hé, nee, dat internet is echt zo fake. Op zulke momenten kom je er echt achter, wie toch wel een soort van belangrijk is geweest in sturing geven, je gedachten geven of zo. Maar echt, sommige mensen hadden ik zo hoog zitten. Is nu niet eens een mug, niet eens een mug waard. Echt zodra je dieper gaat komen. En de intenties gaat snappen. Ongemeens zijn ze zo zwart van binnen. Hè? Soms moet je echt uh, diep graven. om uh, bij een hogere bewustzijn te komen. En de programma's die overal draaien. Zodra je door één illusie gaat heen zien. zie je de volgende. Als je ze allemaal hebt gehad, ga je zien dat het één grote illusie is. Dan kan je echt gewoon gaan inkleuren. Dan snap je gewoon waar gedachten gevormd zijn, waar mensen, andere mensen aan het inspireren waren. En dat het slechts inspiraties was voor je mind. Daarmee dat je weer verder geprogrammeerd werd. Echt, als je één van de zintuigen, zoals je ogen dicht doet, dan ga je veel meer dat zesde zintuig. Mensen kunnen wel beter hun derde oog gaan dicht doen. Als ze het niet verder blijven ontwikkelen. En het slechts een kopie is van hun linkeroog. Dat is wel iets waar ik de hele avond nog mee bezig ben geweest. Want het was wel zes uur genomen die video volgens mij had ik die tweede die langer 1 twee uur ergens. Toen ben ik om vier uur naar bed gegaan. <laughs> Lag ik tot uh, zes uur in mijn bed, gewoon met mijn ogen dicht, zoals het de hele avond ging. Ben ik ergens wel in slaap gevallen of zo? Echt dingen uit je onderbewustzijn kunnen halen. Dan, uh, zodra je dingen uit het verleden halen, wat je weer opnieuw kan inkleuren. Echt. We zijn allemaal dezelfde dingen aan het beïnvloeden. En dat doen we zelfs via andere mensen. Mensen die zeker nog, dit is er niet een pad hè, wat iedereen kan wandelen. Je kan dit niet doen als je kinderen hebt. Deze realisaties, dan zou je op een gegeven moment moeten ophouden. Het is gewoon een pad der realisaties, en iedereen die gaat zijn eigen pad hebben, het is echt... Ja, dat is wel echt een lastige... Het, het komt zeg maar nog steeds meer op me af. Maar er zijn wel echt groepen bezig, instanties, die zijn echt de boel aan het uh, manipuleren. Het is echt de brainfuck, het, het denken wat mensen moeten hebben. Zodra je daar eenmaal doorheen geprikt ben, dus zie je gewoon allemaal zwarte pieten aan het werken. Zodra je de sturing begint te begrijpen, dan ga je ook echt gewoon dat Nelson Mandela effect snappen. Ja, als het alleen maar de misleiding is in de brainfuck... dan zijn er mensen die weten hoe het wel zit. Echt, zolang je je niet laat leiden door hun. Hun fantasiewereld gewoon te klein is, dan kunnen ze niet in de weg lopen. Dat is wat ze doen. J jou remmen dat jij niet bij werkelijk jij komt. En dat je in hun bubbel komt om dat te versterken of zo. Zodat jouw energieën niet uh, aan jezelf verspild raken, maar dat je dat aan hun aan het afgeven bent. Zodat hun de dingen kunnen gaan manifesteren. Zodat hun een zwembad kunnen manifesteren. En ondertussen kan je allemaal meekijken hoe, hoe hun dat aan het manifesteren zijn. <laughs> echt, sommige mensen. Uh, ik begin echt te zien dat het spirituele is zo fake af als er alleen maar geld omheen hangt. Zodra mensen energie gaan snappen en onderscheid kunnen maken. Wat een gedachte is van iemand anders, waar jij over moet nadenken. Of het denken wat bij jou plaatsvindt. Want echt. De geprogrammering wat bezig is, hè. indoctrinatie wat bezig is, is op het internet tien keer erger dan dat het op uh, TV is. Zeker met die Facebook erbij en mensen hun inbeeldingsvermogen. Gaan ze nog de gevoelens erbij stoppen ook en er van alles van voelen? Eh, Zodra je je ogen dicht doet met je zesde zintuig aan de gang gaan. Dan ga je nadenken over de gedachten die door je heen gaan. Dan kan je voelen of er iets aan zit, of er een randje iets scherps. Dan ga je doorhebben dat er uh, een intuïtie van iemand anders aan zit. Dat er een, uh, een gedachte aan de gedachte zit ofzo. Maar jij bent degene die de basis van je gedachten is. Dus het erover nadenken zou je moeten leiden naar de gedachte en niet naar dat het iets van jou is. En echt dat hele RIVM, de enige taak wat ze hebben is twijfel en reflectie, sturing, gewoon gedachtenvorming. Mensen met wat geven voor hun zintuigen, nou daar zorgen de media en de politiek wel voor. Dan komen je brein opfokken en overal een probleem inzien en dat vind jij ook en nee dat kan echt niet. Nou, en dan uh, gaan ze proberen met in je hart een balans ervan te maken, een soort van het probleem oplossen, maar niet het probleem oplossen, gewoon het probleem wegzetten en de dingen accepteren. Volgende volgende, echt een zondag met Lubachi. Al oh, mensen brengen naar uh, lage frequenties toe. En die frequenties wat je afgeeft, daarmee ben je gewoon je omgeving aan het beïnvloeden. Daarmee zijn ze gewoon aan het proberen de mensen aan het beïnvloeden. Sommige mensen moeten echt gaan nadenken hoor. Als ze denken dat ze een goed iets zijn. Echt, het hele eerste kamerplaatje voor mij, als die bewust zou gaan zijn met de emoties, de vibraties die ze afgeven aan anderen, door maar in die lage, vieze frequenties te zitten en dan niet snappen dat. En ze snappen dat. ...maar dat mensen op bepaalde manieren gaan reageren. Als mensen nou eenmaal geraakt worden... ...terwijl ze niet bewust zijn van de dingen... ...door de straling van een fysomagnetroon... ...en ze gaan zich daarmee linken... ...dan gaan ze ook smerig worden. Dan gaan ze ook die low-key... ...gaan ze ook... ...ja, de energie die ze afgeven... ...en daarmee gewoon de matrix in stand houden. Sommige mensen blijven maar vormgeven aan lage frequenties in plaats van dat ze het omhoog brengen. Echt spelen met de emoties. Iedereen bang en boos houden. Het gaat maar door en mensen kunnen er maar niet overheen komen. Al die mensen die gewoon niet weten hoe ze met energieën moeten omgaan. Dus ja, al dat negatieve, al dat lage frequenties. Als dat op ze afkomt, tuurlijk gaan ze daar niet blij van doen. Tuurlijk gaan ze daar niet vrolijk mee doen. Dat trekken ze toch aan. Dan gaan ze toch wel handelen. Dus al die mensen die maar bezig zijn met in de vieze emoties spelen, iedereen boos, iedereen bang maken, iedereen opstandig, iedereen uh, met z'n allen, iedereen van alles aanwensen en zo. Zijn ze echt hun vibratie zo laag aan het brengen? Dat ze daarmee echt anderen aan het beïnvloeden zijn. En dan kunnen ze denken dat ze het. Sommige mensen denken echt dat ze met een goed iets bezig zijn ook. Door mensen maar het slechte naar boven te halen. En een uh, schapie, wat zichzelf een wappie noemt. werd echt omhoog halen. Dus dat brengt zichzelf al in lagere frequenties. Ja, dus ze zijn deze mensen gewoon aan het uh, vormen. Helemaal afbreken. Met de emoties in die chakra's. Gaan ze zo meteen weer helemaal opbouwen. Niet met hun hart, nee, hierdoor. In die denkwereld. Dus gewoon geesten kapen. En als die mensen te overlijden komen, dan kan hun geest, die kan bij het ziel wat afgenomen is. En niemand die ziet dat. En dan echt te bedenken hè, dat al die mensen die nu denken met iets goeds bezig te zijn, allemaal zogenaamd helemaal rakbadem geweest zijn. Allemaal uitgekotst werden door de maatschappij, hun familie en noem maar op. Het zo erg verpest hadden dat ze allemaal ja, vol met medicijnen, met psychologen, therapeuten in een of andere instellingen. Dat zijn mensen die nu denken dat ze de boel beter aan het maken zijn. Ja, Ongelooflijk. En daar waar ze mee bezig zijn, ik waarneem hè, al dat liegen wat gebeurt, al die spelletjes die gespeeld zijn met Ian. Heb ik allemaal waarnomen. Hè. Als je gaat denken dat al zonder dat God, omdat jij God niet binnen kon laten via hem omhoog kon komen, nee. Jij had de brain fuck hier al nodig. De hallucinaties. Dat je het allemaal wel weer kent. Je kan het. Doe het voor een ander. Echt laag level. Vibraties zo laag. Ziel verkocht aan de duivel. En nu denken dat ze met iets goeds bezig zijn. Echt uh, whatever, hè, met de narcisten. Uh, het is echt gewoon overheid aan het werk. Met hun team effort. Echt script schrijven. Teksten voorlezen. Mensen kunnen maar niet tot realisatie. Zelf kunnen ze daar niet komen. Is dan echt helemaal dat hart... Zo... Nou, gewoon afgepakt. Niet meer met de gevoelens. De gevoelens, dat was... Wat jullie zo in de war maakten. waar jullie het allemaal niet meer aankonden. Het voor jezelf en de rest gingen verpesten. En nu denk je dat je dat zonder die gevoelens en wat je bij andere mensen allemaal aan het aandoen, dat je ze daarmee wakker aan het maken bent? Het is gewoon uh, in hallucinatie houden en uh, mooi programmeren de nieuwe matrixen. Echt, mensen moeten echt uh, weer uh, de energie naar hun hart gaan brengen. Nu zijn ze alleen maar mensen aan het vormen naar uh, de lage frequentie wezens. Het altijd negatief, allemaal niet eerlijk, het gierig trekken naar hunzelf toe, allemaal. Dat zijn de mensen die nu de andere mensen moeten helpen ofzo. Je ziet in de chats hoe mensen zich gedragen, waar het heen gaat. En alles en iedereen die dingen wel met zijn hart doet, wel goed is, wel de waarheid laat zien, dat moet allemaal belachelijk gemaakt worden. Er is een is een dit, is een dat, is een zus, er is een zo. Is, is echt, ik weet dat je echt bent. Al die psychologische spelletjes en brainfuck. wat ze bij mensen aan het doen zijn, is gewoon geest verlagen, consciousness reversal en gewoon met die netjes. Echt verschrikkelijk. En dan maken ze gewoon iedereen uh, emotioneel gefrustreerd. En wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze dan naar het goed? Of gaan ze naar het slecht toe? Het slecht is zo makkelijk, de verleiding is zo groot. Echt de duivel aan het werk. Mensen misleiden om te kijken of je ze binnen kan vissen. Eén grote test dit hè. Eén grote test. Je moet echt gaan nadenken over de energie die ze afgeven. Hun gedachten die vormgeven, vibraties, die, die frequenties, die komen nou eenmaal bij mensen. Een soort van uh, een taak op je nemen, want al die emotionele, zwakke, IQ-laag, ik uh, wil uh, met je op de foto, uh, ik ben een fan van je, dat soort mensen. Niet zelf kunnen nadenken, niemand is wakker aan het worden. Wakker worden wordt zelfs tegengewerkt door al deze onzin. En degene die iedereen in slaap houden zijn degene die iedereen in hallucinaties brengen ook. Eén groot team, één team, één taak. Ik, en ik zie hem, hè. en ik zie hem al een tijdje. Maar uh, er zijn weinig mensen die God in hun hart kunnen houden. Allemaal vertiefd, zo vertiefd dat ze de duivel om hulp zijn gaan vragen. Echt, ga consciousness reversal. Ga die dingen lezen en je snapt dat je je dupe bent van je eigen shit. Dus nu zijn er allemaal mensen zonder hart die helemaal kapot zijn. Maar een hallucinatie over zich heen gekregen hebben. Laten we even... Hallucinatie. Ze zijn gewoon eventjes geprogrammeerd in de brein. Nu denk ik dat ze iets goeds aan het doen zijn... Zijn daar alleen maar meer mensen hun brein aan het fokken? Waardoor mensen gewoon wegkomen bij hun hart? Iedereen moet slecht zijn. Iedereen moet boos zijn. Iedereen moet negatief zijn. Iedereen moet het allemaal maar niet meer aankunnen. Heel erg opstandig worden. De dingen voor zichzelf lastig maken. Wegkomen bij zijn eigen normen en waarden. En gaan denken hoe de duivel aan het denken is. En het is allemaal niet meer eerlijk. Oh, mensen die hun uh, dingen niet kunnen ontwikkelen. En daardoor uh, gewoon willen dat andere mensen zich ook niet ontwikkelen. Niet verder kunnen als die vier delen. Dan is het niet de bedoeling dat mensen van 3 naar 5 gaan, niet meer te beïnvloeden zijn en boven hun komen te staan. Of vrouwen die al die mannelijke energie niet aankunnen of zo, dat is het echt. Mannen zien ook uh, te makkelijk agressief, te makkelijk boos. Te makkelijk afgeleid vanwege een naaktfoto. Echt, het bewustzijn is zo laag. De wezens die bezig zijn aan het opereren. zijn mensen die het opgegeven hebben en niet omhoog gekropen zijn door God. maar omhoog gekropen zijn omdat ze nu in de duivel geloven. Daarom is het echt belangrijk dat je mensen alleen maar inspiratie geeft. dat je mensen echt wakker aan het maken bent voor de dingen. Niet alleen maar uh, gek aan het maken ben. Het zou eureka momenten dingen moeten geven op een hogere vibratie. Gewoon wel realistisch kunnen zijn. Niet helemaal die, dat vieze denkwereld ingezogen worden. Waar mensen de gevoelens ook nog aan gaan stoppen. Mensen die wel bij geest kunnen komen. Hun zintuigen kunnen nemen. Voor, voor wat het is wat ze nou eenmaal zien, niet laten misleiden. Sommige mensen laten zo makkelijk illustraties in hun hoofd stoppen. En dat uiteindelijk gaan ze dat gewoon hier om hun heen zien ook. En dat wat je ziet is er. Je gedachte, die heeft er een hele andere vorm aan gegeven, die heeft gewoon misschien zelfs wel van iets goed iets slechts gemaakt. Net als dat hakenkruis en die swastika. Zo zijn ze gewoon alles aan het vertieven voor iedereen. Gewoon de wereld zwartgallig maken. Terwijl doe je ogen open en je bent gewoon helemaal op aarde. Gewoon controle, een grote agenda. Alle andere mensen willen beïnvloeden, sturing geven, gedachten geven. Hun vieze Yaldabad fantasiewereld in willen zuigen zodat je uit die van je eigen getrokken wordt. Mensen die niet de dingen intern kunnen zien, maar het extern gaan zien en dan ook nog extern bij iemands interne naar binnen toe gaan. Dus eigenlijk je ziel daar aan het geven bent, is echt als je dood gaat, is het daar waar jouw geest heen gaat. Dus ben je gewoon iemand jouw energie aan het geven. Weet echt wel hoor dat ze de mensen aan het zien een dingen aan het geven zijn voor hun zintuigen, om ze daarop te laten handelen. Al die toneeltjes met crisisacteurs en doe maar op. Maar ook de spelletjes die gedaan worden op internet. Mensen die heel erg droomwerelden aan mensen kunnen vertellen, iedereen die het maar gelooft, terwijl er geen bewijzen zijn. Het slechts een verhaaltje is wat uh, tot je oren is gekomen, maar waar mensen op gaan beelddenken. Dat beelddenken wat weer door andere mensen eromheen extra aangewakkerd wordt. Extra erin stampen, alsof het zogenaamd echt was. Alsof diegene het gezien heeft, maar diegene heb het niet gezien. Ja, hier in die fantasiewereld. Maar dan doen alsof het hier extern is gebeurd. Dat is ook niet eens extern gebeurd, ja. Maar het is alleen op het internet gebeurd. Daarmee is het nog steeds allemaal niet echt gebeurd. Dus dan kan de een zeggen dat hij een laptop in de sloot gaat gooien. Dan kan de ene die erbij zit doen alsof het allemaal echt gebeurd is. En jij zit daar dan bij en denkt... Ik heb nooit een laptop in de sloot en... Een, het is toch belachelijk? Een laptop in de sloot gooien, dan wordt hij gedroogd. Kunnen ze er weer in? Nee, 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 nee. Hij moet echt weg. Hij moet echt weg. En dan in de fantasiewereld gaan ze hem weggooien... Zodra je alle spelletjes gaat doorhebben. Wat niet jouw fantasiewereld was. Maar uh, je zintuigen die even dingen oppikken over hoe iemand over zijn fantasiewereld aan het praten is. Als zijn fantasiewereldje dit is. Mijn fantasiewereldje dat is. Dat, dat past niet eens. Plus dat wat hier al gezegd wordt. Maar mensen snappen gewoon niet dat het hier bij jou binnen. 10.000 keer groter is. Als wat je kan horen van iemand die. zijn spraak is beperkt. Hij kan een uur vol lullen. Dan is hij nog steeds niet op 1% gekomen. van hoe groot jouw fantasiewereld is. En mensen moeten daar ook niet hun vieze magnetische velden. bij jou erin laten stoppen. Jou laten verzwakken. Want jij gaat uiteindelijk ook praten. en ook weer mensen infecteren. Met daar waar jij mee bezig bent. Maar het hele eerste kamerplaatje. Met alle video's die ik al gemaakt heb. Alle openbare chats die ik openbaar heb gegooid. Zou iedereen al lang al door moeten hebben. Die deze spelletjes aan het spelen is. Dat ik het al door heb. Heel simpel. En dan kan je wel leuk dit, dat. En dat naar een spiritueel niveau brengen. Maar ons bewustzijn, dat denken wat je aan het doen bent. Dat jou dit allemaal laat handelen. Daar is nou eenmaal die oorlog toch? Dat mensen niet spiritueel kunnen worden, niet God naar binnen toe kunnen nemen, het allemaal zien als, uh, weet ik, veel fantasie en noem maar op. Je kan beter met het goede bezig zijn als met het slechte bezig zijn en de karma op jezelf afroepen. Gewoon je ziel aan het weggeven, ziel verkocht aan de duivel. En mensen helemaal dommer aan het worden zijn zich van niks bewust. Als je alleen al bewust gaat zijn over het bewustzijn wat jij bent. Daardoor uh, komt op gedachten die door jou heen gaan. Energieën, het stroom wat je gewoon voelt en jouw gevoelens geeft. gaat hebben dat dingen vorm krijgen. door de gedachten waar jij mee bezig bent. Dan ga je niet meer laten misleiden door anderen. Alles wat mensen zeggen zou alleen maar. Je zou alleen maar moeten denken. Daar ben ik het niet mee eens. Anders ben je aan het resoneren. Dan ga je niet over nadenken dat je het er inderdaad mee eens bent. Mensen geven van alles vorm waar ze het niet mee eens zijn. In plaats van dat mensen gewoon met hun eigen verlangens en de intenties die door hen zelf heen gaan, en zich niet laten beïnvloeden door anderen, dan kan je echt naar binnen toe gaan. Ga je naar je hart en ga je echt bij je hogere zelf komen. Dan ga je met dat ego. Ga je door het hele lichaam heen. Waardoor zelfs jouw ego een meer waarde krijgt. Connectie naar je hart toe. Naar je ziel toe. Daarmee ga je gewoon een super ego creëren. En da dan ben je echt placebootjes op jezelf aan het uitoefenen. Net zo lang totdat je, je ziet wat je bij jezelf aan het doen bent. en... Dan energieën gaat doorhebben. Als je dan verdiept in de twaalf chakras en je gaat snappen dat er emoties zitten aan al die energieën die je in je lichaam hebt. Dan ga je vanzelf de energieën bij andere mensen ook kunnen zien. Dan snap je door de energieën wat je ziet welke emoties er aan zitten. De manier waarop mensen zich gedragen ga je gewoon begrijpen wat hun intenties zijn met wat ze aan het afgeven zijn. En zo ga je gewoon door hebben al die programmering, propaganda, indoctrinatie. Het is gewoon één groot programma waar we in leven. En daar waar jij je observatie op zet en je in-laat zuigen, dat is het programma waar jij in meegaat. Zodra je door illusies heen gaat, ga je uiteindelijk ergens komen waar allemaal alles één illusie is. En daar zit je dan in je illusie. Met alles zijn mensen gewoon te gierig. En de verleiding, de misleiding, die ligt ook overal. Mensen die houden van geld. Mensen zijn Seks. Uh, vrouwen, mannen. Iedereen die houdt zich maar... Uh. Je wordt nou eenmaal gestuurd door de dingen waar je wel van houdt. De dingen waar je een hekel aan hebt. Maar mensen moeten gaan nadenken. Waar ze echt van houden. Wat, wat het echt is waar ze een hekel aan hebben. Echt uitkijken met door wat ze zich laten beïnvloeden, zichzelf laten bezuigen. Sommige mensen hebben geen idee met al het denken en doen, dat ze eigenlijk alleen maar alles in stand aan het houden zijn. Waardoor niet alleen hun niet wakker worden, maar ze ook gewoon andere mensen in slaap houden. Ze moeten echt gewoon ophouden met anderen manipuleren omdat ze zelf iets voor elkaar willen krijgen. Mensen die kiezen voor, uh, voor hun ego ten koste van een ander uh, zijn ziel. Dan moet je, als je die dingen meemaakt, moet je gewoon bij je ziel blijven. Dat is waarom je maar beter alleen kan zijn, uniek kan zijn. En dan ga je vanzelf de mensen om je heen hebben die ook op dat niveau zijn. Maar je moet eerst snappen, uh, je moet echt de energie snappen en gewoon begrijpen hoe je jezelf elke keer, elke keer aan het programmeren bent. Zodra je dat gaat doorhebben, dan kan je sturing geven aan je eigen programmering. Dan uh, ga je beginnen met een placebootje. Zodra je doorhebt dat die placebootjes aan het werk zijn, dan uh, ga je de intenties omhoog zetten, ga je meer sturing geven. En een tijdje heb je door dat gewoon, hé, hey, dit, dit is echt geen placebootje. Deze dingen zijn echt aan het gebeuren. Hey, ik ben echt vorm aan het geven. Door gewoon uh, wel die emoties erop te doen, maar ze niet zozeer te uiten. Verbaal of met geluid, of dat het voor anderen opvalt. Maar dat het meer om de emotie gaat die je stopt aan je vibraties. Die ook niemand ziet. Als je dat dan aan het sturen bent, voor je het weet, ben je gewoon... Kom je in je eigen Kashyyyk Records? Kom je in die Witte Arena terecht? Kom je in de negende hemel? Kom je in of boven het bewustzijnsveld? Ga je echt snappen dat echt alles energie is, dat alles met elkaar verbonden is? Zodra je gaat snappen: elektriciteit en stroom, of van je magnetisme, dat elektromagnetisch zijn en plasmavelden die daardoor komen. Daarmee echt uh, mensen dingen echt kan laten denken en dingen kan laten voelen. En dus ook jezelf dingen kan laten denken en dingen kan laten voelen. En al die hallucinaties waar mensen in zitten. Je kan je eigen hallucinaties sturen door bepaalde emoties in het lichaam te voelen. Daardoor ga je gewoon chemisch iets oplossen. Je lichaam die neemt dat biologisch op. En daardoor gaat gewoon jouw wil wet zijn. En de dingen zijn voor, voor wat het is. Uh, hoe jij de vorm aangeeft. <laughs> ik denk dan ook terug hè. Dat uh, die, die truffels. Dat, dat het me allemaal maar niks deed. Maar ik wil gewoon eigenlijk alleen maar... Uh, op mijn stoel met mijn ogen dicht heb gezeten. En uh, één stick gerookt heb. Tenminste, ik had er één gedraaid en. Uh, één uur. Half twee, zoiets daar ergens. heb ik toen nog een joint gedraaid. Ja, we zijn echt sturing aan dit geheel aan het geven. Ik ben even kwijt wakker over uh. Ik ben in ieder geval al lang al blij dat ik dingen gewoon met mijn hart kan doen. En dat ik niet de mensen hoef te manipuleren. En daarbij mijn eigen karma weer moet ontvangen ofzo. Het is ook een hatelijk iets dat ik niet mijn eigen video's echt kan delen. En ik wel af en toe mijn voeten helemaal op de grond doen en denk: Ja, ik ga gewoon mijn video's delen. Maar dat is het niet. Ik moet gewoon echt mee met de energie. Want iedereen is gewoon zelf aan het wakker worden. En ze willen dat toch niet horen. Mensen houden gewoon helemaal nou van uh, goede tijden, slechte tijden. Gaan nou helemaal graag mee in die big Brother. Hebben anders toch niks te doen. Dus uh, willen allemaal niet gaan mediteren naar binnen toe gaan. we zelf vinden. Wat is daar nou leuk aan jezelf vinden? Zodra je door hebt dat jij dat cirkeltje vandaan moet komen, dan door hebt dat je de een of andere achter zit, alles blijft illusie. Zolang je hier al bent, in, de, in dit menselijke uh, lichaam, in deze matrix, ja, zal dat door blijven gaan. Omdat het anders uh, zwart wordt of. Uh, ja, dat het gewoon chaos wordt voor je zintuigen en dat er helemaal niks te waarnemen is. Ah, mensen moeten echt hun zesde zintuig gaan gebruiken. En dan kunnen ze wel roepen dat een derde oog open is. Maar uh, dat derde oog open is alleen maar uh, manipulator van a En zodra je hem niet hier kan brengen en pff, kan zien, zal je alleen maar gestuurd blijven. Ben je door je eigen gedachten en brein ben je jezelf aan het manipuleren? Wordt het nog gestimuleerd ook door al die vampieren, bloedzuigers en zielenvangers die overal bezig zijn? Ja, mensen die zijn met dingen maar niet aan het herkennen. Dus kunnen ze er ook niet op reageren. Kunnen ze er alleen maar op handelen vanwege hun, uh, wat, wat ze aan het nadenken zijn en uh, waardoor ze iets voelen. En daarom zijn ze precies aan het doen wat de bedoeling is. Zal de Matrix de mensen in stand houden en op een plekje... Oh, je wilt wakker worden van dit programma? Hiero, een nieuwe. Wat ik echt gewoon echt snap nu... Dit alles is een matrix. Je kan naar binnen toe gaan, je eigen matrix aan in deze matrix vormgeven. Of je kan deze matrix niet naar binnen toe gaan, maar naar buiten toe gaan. En eigenlijk naar buiten toe gaan betekent gewoon dat je niet je eigen matrix ingaat, maar dat je binnen de matrix iemand anders' matrix ingaat. Iemand anders' fantasiewereld, daar met jouw gedachten. Je moet, hem echt, je moet hem echt binnen gaan zoeken. Alleen dan ga je vorm kunnen geven. Want anders ben je jouw energieën, jouw scheppingsvermogen, ben je niemand anders aan het geven. Alles is gedachten. Zodra mensen niet de baas zijn over hun eigen gedachten, moet je het ook niet aan andere mensen gaan geven. Ja, weer over die 33 minuten alles is energie. Je geeft frequenties, vibraties af, dat is allemaal aan het resoneren met de anderen die dat ook aan het doen zijn. En jouw gedachten, die kunnen het allemaal begrijpen. Dat wat jij aan het observeren bent, dat is. Dus toeval bestaat niet. Maar je moet wel snappen waar je aan het kijken bent. Dus moet je blijven evolueren, moet je blijven zoeken. Moet je informatie tot je op kunnen nemen. En moet je blijven leren. Maar je moet wel je zintuigen wakker hebben, gestimuleerd hebben. Bezig zijn met die dingen. Mensen laten zichzelf gewoon dom maken. Bewustzijn verlagen. Echt bewustzijn verlagen. Ja, daar kom je dan weer. Hè? Mensen snappen emoties. Maar uh, niet de emotie die aan emoties zit dan omdat ze nou helemaal niet bij de energieën kunnen komen, niet weten dat gedachten vormen, dus zo kan mensen maar uh, gemanipuleerd blijven worden. Ze waarnemen de energieën toch niet voor wat ze zijn. Ze denken toch dat die gedachte van hun is. Dat wat ze voelen, dat, dat komt door uh, wat ze waarnemen. Niet snappen dat dat waarnemen een gegeven iets is. Zo jammer hè dat het allemaal zo lang duurt met de rest dat de rest niet wakker wil worden. Maar dat de rest ook gewoon alleen maar... Uh... wachten, kijken, genieten van alle andere mensen. In plaats van dat ze zelf ook een cam kopen. Ook gaan YouTube. Ook uh, meer en meer mensen, zodat er leuke streams te zijn. Waardoor we met elkaar kunnen filosoferen over de dingen. Nee, mensen willen zich alleen maar laten programmeren door de zintuigen. Overal wat van denken, overal wat van voelen. En heel erg. Zodra je oog gaat dicht doen, ga je andere zintuigen moeten gebruiken. Ga je echt naar die zesde zintuig van je komen? Ga je dingen kunnen inkleuren met antwoorden of van vragen waar je eerder mee zat? Maar echt. Uh... Ja, als ze zeggen dat je maar 3 of 5 gram moet doen, ga dan niet meteen 15 gram doen, anders ben je de hele avond bezig. En, uh, ik weet niet, maar als ik dingen aan het horen ben, waar sommige mensen echt aan het trippen, gek aan het doen, kleuren zien, gewoon hoe ik denk aan paddo's. Maar was dit voor mij echt, uh, ze zeggen al, dit hoef je niet twee dagen achter elkaar te doen, want je krijgt een intolerantie. Dus heb het toch geen nut. Nou, bij mij zit het al zo hoog, zo ver, kunnen mensen denken gek. Nee, zo wakker. Zo wakker en de energieën kunnen snappen. Maar dan ook. Ja, hum... Mensen snappen dingen niet, maar ik begin dingen echt. Nou, ik denk elke keer, nu ben ik er bijna en dan begrijp ik het nog meer, waardoor ik uh, weer helemaal opnieuw kan beginnen. Maar dat gisteren was wel echt. Uh... Ik moet hem nog helemaal terugkijken. Volgens mij duurde die gelukkig niet te lang. Ik heb wel al een beetje erin gezet om te kijken hoe belachelijk het was. Ja, wat hebben we met dat? Ja, 33 minuten. We zijn nu alweer 4 minuten verder. Mensen gaan vanzelf de dingen zien voor wat het is hoor.